Goedemorgen. Mijn man is al onderweg naar zijn werk, dus ik sta vandaag alleen op. En ga zo meteen lekker met de dag beginnen. Het eerste wat ik doe is even met de katten kroelen. En zorgen dat onze jongste dame lekker van het uitzicht kan genieten in het raam. Zo, kom maar. Zo, stoere poesa. Stoere poes. Daarna pak ik in ieder geval vast mijn ondergoed voordat ik naar de badkamer strompel. Voor mij het belangrijkste is tanden poetsen. Daar heb ik een kleine tik mee, dus dat moet goed gebeuren en grondig. Dan was ik mijn gezicht. Ik douche niet iedere dag, omdat ik enorm lang haar heb. En het drogen daarvan duurt zo verschrikkelijk lang. Dat is ook niet iedere dag waard. Sowieso is iedere dag douchen, naar mijn mening, absoluut niet van toepassing als je je voor de rest netjes verzorgt. Ik heb 3 verschillende ochtendrituelen, omdat ik 3 verschillende banen heb. Naast mijn eigen praktijk werk ik ook als OK-assistente en ben ik actief als actrice voor real-life gaming. Vandaag werk ik in mijn eigen praktijk, dus mijn ochtendroutine is redelijk flexibel vandaag, totdat ik de eerste cliënt kan verwelkomen. De kleding die ik uitkies moet vooral makkelijk zitten en zacht en soepel zijn, zodat ik me vrij kan bewegen tijdens mijn werk. Hey, Oekels! Even stappen? Ik draag eigenlijk geen make-up als ik aan het werk ga. Ik ben er heel erg bang voor om het om vlekken te maken. Als ik mascara draag en dan ga ik in mijn ogen wrijven. En zonder dat ik er erg in heb, verander ik langs met een bandaatje. Het eerste wat ik doe als ik beneden ben, is de fretjes verzorgen. De fretjes mogen zelf eventjes meelopen naar de keuken om het te pakken. Dan krijgen ze eventjes nog een krol van me en op het moment dat ik het eten klaar heb, lopen ze vanzelf mee terug. En zijn ze helemaal tevreden en mogen ze later vandaag weer een keertje helemaal spelen. Ja, dan krijg je zo lekkere happies. Dan krijg je zo lekkere happies. Kom maar eens. Ik heb een praktijk aan huis en die is geïnspireerd op het voorbeeld van de Amerikaanse Samantha Hess. Ik heb verschillende opleidingen gedaan. Ik heb de kunstacademie gedaan in Den Bosch. Daar heb ik het propeduizenjaar gedaan en toen kwam ik tot het inzicht dat het eigenlijk niet mijn werkgebied was. En daarna heb ik een jaartje gewerkt en ben ik naar de UvA gegaan, waar ik kunstgeschiedenis heb gestudeerd. De cliënten die ik ontvang hebben compleet verschillende achtergronden. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze verlegen zitten om een genegenheid. Het varieert van mensen die een autistische stoornis hebben tot mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Dus de redenen waarom ze bij mij terechtkomen zijn zeer gevarieerd. En dat vind ik juist eigenlijk wel heel fascinerend. Ik weet niet wat de mensen van het werk daadwerkelijk vinden, maar ik probeer vooral een buffer te zijn tussen prostitutie en puur medische zorg. En dat is het bieden van genegenheid en aandacht zonder dat daar verdere voorwaarden aan verbonden zijn. Mijn naam is Judith Smits en ik ben professioneel knuffelaar. Welkom in mijn praktijk.